Ja, dit is echt... Dit hadden we echt nodig. Terwijl de hond hier een bruine jongen aan het draaien is, zijn wij op de plaats van bestemming aangekomen. Oh, daar heb je ons heen gebracht. Hij chillt hem heel lekker. Ja, ik weet eerlijk gezegd niet hoe deze plaats heet. Maar waar slapen wij? We slapen hier om de hoek op een soort plaatselijke iets. Allee. En daar rij jij 900 kilometer voor? Dat is een beetje van luxe auto, dus daar hebben we maar een huisje voor. Dit is een geintje of dit is echt? Nee, echt. We hebben gewoon een huisje. Ja. Robert, weer vrolijk? Ja, wij dachten niet meer kapot, vriend. Maak een Joran. Dankjewel. Goeie. Hey. Ja, echt. Oh ja, en ik heb een wasmachine hier. Ik heb ook wasmiddel voor je meegenomen. Dit is maar weer in de auto. Ja, dit is echt... Dit hadden we echt nodig. Hey, en flikker die hond weg! Dat is super leuk. Ze hebben ook aan Mike gedacht. Ik kan vanavond gewoon mee eten. We zijn hier in een fantastisch huisje. Door Polly, Jorien en Mike geregeld. En op zich waren we ook leuk het voetbal. We hebben een mooie ruime tuin met een hecht eromheen. Totdat de cameraman besloot crossbaas te geven tijdens een potje hoog houden. Dus ja. Komt hij nog terug? Ja, die bal komt niet meer terug. Dit is vrij jammer dit. Ja, daar gaat hij hoor. Ga je eerst een klauwzak doen? Lekker geslapen vannacht. Als een koning. Normaal bedje. Alleen nu is het tijd voor de tegenprestatie. Een padje gepakt nog, ja. Polly. Tegenprestatie. Stichting Huis opruimen. Ja, en dat houdt in gewoon alle troep weg, afwassen. Ja. Het is 9:15, Len. Sauvignon Blanc uit 2013. Ja, we zijn begonnen aan de langste reis van deze Tour de France. 8,5 uur. 8,5 uur. 850 kilometer. Ja, fantastisch dat ze dit voor ons doen, man. Goed, ja. Hè? Zeker. Huisje geregeld, goed lucht geregeld. Geslapen. Goed geslapen, badje gepakt, snorretjes eraf. Je ziet er goed uit inderdaad. Ja? Ja. 12 uur jong. Vond ik zelf ook al. Ben al. Regino. Ja, hier, daar ga je al. Een boete de koeka. Ja. Len, wat ben jij? Ik hoef niks. Ja. Jij, Robert? Ik heb de originele net al bij. Rizon neemt het even over van Koeman hier. Ja. Godsamme. Backpacken en liften, dat ben je ook niet goed, hè? Ze zetten jou niet voor niets achter de camera, hè? Polly. Hey, jongen. Ik kreeg natuurlijk vrij weinig mee met het voetbalnieuws in Nederland en zo. Transfers is ook, bedoel je? Ja, gewoon wat nieuwtjes. Ja, first things first. Die voetbalsites, dat is vaak een grote clownerie van geruchten natuurlijk. Feyenoord erg nadrukkelijke belangstelling heeft voor Rolf Boijmans van Utrecht. Ruud. Ja, die? Ruud Boijmans. Ja. Verschillende Premiership clubs zijn Nederlandse jongen van Anderlecht. Bert Nuitink. Ja. Ja, juist. Ja. Bram. Ja, ja. Gaat u, Mike? Kleine 400 kilometer te gaan. Dat betekent dat we er ook al 400 hebben afgelegd, hè? Ja, zeker. We zijn op de helft ongeveer. Het begint hier al wel een beetje zuidelijker aan te voelen. Ja, ik voel me hoe zuidelijker, hoe beter. Dan die warme klanken van Polly's mondharmonica erbij. Dat was mooi, hè? Dit mag goed. 50 kilometer tot Bordeaux en dan nog... Bordeaux?
Hey, wijnstreek. Dat is een wijnstreek. Dan moeten we eigenlijk even een wijntje gaan doen. Hè? Dat is wel de bedoeling. Ja. We hebben het showballet ook meegenomen. We in de wijnstreek Bordeaux. En dan kan je in onze ogen natuurlijk maar één ding doen. Dus ik zou zeggen, Len, kom er maar in, jongen. Ja, lekker hoor. Maar we hebben geen keukentrekker, zie ik nu. Maar! Ik wou net zeggen, onze vrienden van Staalmarkt. Met dank aan onze vrienden van Staalmarkt en René van Kemenade. Ik zat gisteren ook een half uur te klooien met die fles. Nou, dat ging vrij soepel, toch? Ja, ik had gehoopt. Oh. Ging je vinger het vingertopje. Hey, Jorien. Ja. Nee. Ik vond hem best lekker eigenlijk. Ik ben trots op je. Je hebt een lekker wijntje uitgekozen. We zijn aangekomen in La Pierre Saint-Martin. We hebben een hele lange reis achter de rug. We mogen alleen de berg niet op. Dus dan heb je 800 kilometer gereden en dan kom je er gewoon niet. Dankzij deze drie vrienden hebben wij deze reis kunnen maken. Absoluut. Zonder vrienden ben je nergens. Vrienden. Zullen we daar al proosten? Proost, jongens. Cheers. Proost. Robert ook proost. Jullie. Proost. Hier. Vanavond. Ja, en wij weten het eigenlijk ook nog niet hoe we dit gaan doen. Dus, heb jij een plan? Nee, totaal niet. Nou, had ik ook niet verwacht. Mensen, tot morgen.